We hebben van de week ook gehad, de RVM die is afgelast. En ja, de gemeenschap vroeg zich af van waarom is het gebeurd? Er zijn vragen gesteld van hoe komt dit en hoe komt dat? We komen te horen dat het gaat om benoemingen die niet, waarover geen overeenstemming bereikt kon worden. Hoe kijkt u naar het feit dat dit soort zaken zich kunnen voordoen wanneer er oneenigheid is? Zou er niet beter conclaaf moeten zijn? Nou, ten eerste, u stelt die vraag vanuit de berichten zoals aangegeven in de media. En net zoals u eerder in ons gesprek aangaf, ik ben volksvertegenwoordiger. Vanuit die functie ga ik om met die informatie wanneer ik het kreeg van de regering. Om te weten wat eigenlijk de reden is geweest. Wat ik heb gelezen is dat de vicepresident Ronnie Brunswick aangaf dat hij om persoonlijke redenen de RVM niet had bijgewoond. Ik heb die reden dat het echt ging om benoemingen. En dat het probleem was, heb ik nog niet gehoord van die regering. Ik zou dat moeten horen van de regering in vergadering, want daar stellen wij de vragen aan de regering. Maar als benoemingen het probleem zijn, als, dan zeg ik dan, moeten we nu gaan leren uit wat er fout gaat. Want wanneer benoemingen in een bepaalde sfeer worden gebracht, waarbij eigenlijk men niet meer kijkt naar kennis, kunde, karakter en capaciteit, maar dat mensen worden beoordeeld op basis van hun ras, op basis van hun familiaire connecties, op basis van hun politieke achtergrond, dan vraag ik me af, wordt het geen tijd dat we elke functie gaan beschrijven, een profiel gaan maken, zodat we weten van die persoon die in die functie komt, moet dit doen binnen zo'n tijd, dat je een target gaat stellen. Dan kunnen we elke functie die door wie dan ook bemand wordt, binnen een gangbare tijd toetsen aan hoe heeft die persoon dat werk uitgevoerd. Kijk, het is niet zo moeilijk. Net zoals u en ik hier praten, toch? Is een videoreportage die we maken. Er is een bepaalde tijd waarbinnen u dit gaat moeten kunnen monteren, toch? U kunt niet 4-5 dagen hiermee bezig zijn, toch? Dus zo precies, zo moet je ook een target gaan stellen aan wat wil je van die functie. Die functie goed omschrijven. Dan pas kan je komen naar die benoeming, om die benoeming te gaan beoordelen. Wanneer ik zag het ook op Facebook hoor, een circuleerde wat over een artiest die men zou willen benoemen. Dat circuleert op Facebook. Maar als dat echt is, als dat de werkelijke reden is, is het nog niet aan ons uitgelegd als DNA-leden. Nog niemand van de regering is gekomen en heeft dat aan ons gezegd. Het circuleert gewoon in de media, op social media. Als het waar is, punt 2. Maar als dat die benoeming het probleem is, dan moeten we eerst die functie gaan beschrijven. Wat wil je? Naar wie kijk je uit? Ik zoek zo iemand die dit moet kunnen doen, die dit moet bezitten en in staat moet zijn om binnen zoveel tijd dit neer te zetten. Dan kan je die functie gaan beoordelen en kijken wie past in die functie. Maar om gewoon ervan uit te gaan dat een benoeming, ja, omdat ze die man hebben gezet, ja, ze hebben weer zo'n man gezet, of ze hebben een Javaan gezet, waarom hebben ze geen Hindoestaan? Nee, dat is het probleem. En laat me ook dan gelijk gebruik maken van deze gelegenheid. Omdat ik met u praat en culturo.com, ik weet niet hoe lang het al bezig is, maar ik zie een bepaalde trend. En ik vind wanneer mensen in functies worden geplaatst en we commentaar en kritiek vragen van de gemeenschap, dat ook culturo.com moet begrijpen wat hun positie is in de samenleving. Jullie zijn een podium voor mensen om te praten, hun denkwijze, hun visie naar voren te brengen. Wanneer iemand een denkwijze poneert, een stelling naar voren brengt, die niet berust op met feiten onderbouwde zaken, heeft culturo.com ook die verantwoordelijkheid om doorvragen te stellen aan die persoon, om te voorkomen dat een bepaald beeld gaat leven in de samenleving. Want ik merk vaak dat wanneer er bij culturo.com mensen aan het woord komen, de mensen de kans krijgen om ongefundeerde racistische uitspraken te doen, die niet goed zijn voor de samenleving. Want kijk, ik ben ook zelf programmamaker en ik zeg ook bepaalde dingen soms. Maar wanneer iemand mij benadert, zeg maar, Cedric, ik kan gewoon bier die gaza in je programma. Is dat zijn effect van dat? Ik zeg, nou jongen, leg me uit. Wat artiest zijn dan dat? Tegen me, tak boy. Alle de jong boy die gedrag denkt gaza van. Ik zeg, nou, wat ik dan had bedoeld als een grap, is verkeerd overgekomen. En dan moet ik mijn verantwoordelijkheid innemen om dat te corrigeren. En net zo zeg ik, het kan dat culturo.com het doet om het podium te willen bieden aan iedereen. Maar wanneer het in een bepaalde richting gaat, die niet bevorderlijk is voor de samenleving, dan zeg ik dat culturo.com ook die verantwoordelijkheid heeft om bepaalde mensen die ze voor de camera hebben ook te wijzen op bepaalde uitspraken die niet bevorderlijk zijn voor natievorming. Omdat we leven hier in vrede met elkaar. Wanneer iemand benoemd wordt, laat het niet zijn van het ras. Want men probeert dat ook vaak aan te geven.
Wanneer men zegt, ja, waar is die broem Tjidjari? Want er zou een broem Tjidjari moeten zijn. Je kan een broem Tjidjari hebben in de volksvertegenwoordiging. Waarom u en ik staan hier te praten? U zoekt misschien naar iemand die gaat begrijpen wat pom is, wat Jinjabiri is. Iemand die weet waar jouw achtergrond is. En ik kan daaraan relateren, we zijn van één etnische groep. Dus ik kan jou begrijpen. Maar wanneer het aankomt op het maken van beleid, om aan te zitten als directeur, minister of in een raad zitting te nemen, dan moet niet jouw ras tellen. Dan telt kunde, kennis, karakter en capaciteit. Dus wanneer mensen elke keer proberen om die regering aan te vallen hiermee. Ja, ze hebben weer iemand benoemd in een functie, maar ik zie geen Javaan, ik zie geen... Nee, dat zijn we verkeerd bezig. Om dat te zeggen dat je dadelijk gaat moeten lezen in de krant, sollicitatie, één gevraagd, één Creoolse man. Dat kan toch ook niet? Dus je kan geen dingen doen waarbij je in de uitvoering mensen wil gaan benoemen op basis van etniciteit. Dat kan niet. Je moet daar hebben kende, kunde, kennis, karakter en capaciteit en kwaliteit. De mensen moeten kunnen. Toch, je moet dat daar hebben. En wanneer men dat steeds doet, dan vraag ik me af, wat willen we bereiken? Want dan zoeken we niet naar het beste. We willen dan gewoon een multi-ethnisch team hebben dat daar zit. En ook al gaat het niet goed, we hebben van elk ras iemand daar. Dat is niet de bedoeling van de zaak. Daarom zeg ik, benoemingen moeten anders worden geëvalueerd. Tijdens de boodschap van de opdag der Marons hebben we de VPU ook een oproep horen doen over dat zwarte moeten bundelen om Suriname vooruit te hebben, te helpen en zo. Maar u heeft het net ook gehad over racisme. Dit is een vorm dat is ook een vorm die kan, dat kan stimuleren, zeg maar, toch? En wat zou dan speelt racisme in Suriname? Is er sprake van racisme? Laat me het zo stellen. Want als we de VP die oproep horen doen, dan kan er verdeeldheid ontstaan binnen de samenleving, toch? Nou, kijk, laat me die oproep van de VP goed bekijken. De VP heeft alle zwarte mensen opgeroepen, omdat hij aan heeft gegeven dat er in de historie van Suriname zwarte mensen hebben geleden en dat eigenlijk de positie van zwarte mensen beter zou moeten zijn. En daarom roept hij zwarte mensen op om te bundelen. Punt 1, bundeling op basis van etniciteit is geen misdaad. Als je mensen oproept van hey, jullie zijn één groep, bundelen jullie om die problemen op te pakken die er zijn bij die groep. Is dat niet verkeerd? Wanneer er gesteld wordt dat Blakamang lei het meest in een historische Fusernang, dan moet ik wel zeggen dat geschiedenis mijn favoriete vak was op school. En dit ervan duidelijk weet, is dat je hebt alle zwarte mensen zijn met één boot naar Suriname gekomen. Toch? One boat to Chaukong, zegt men vaak. Slavenschepen. Het verschil is gekomen nadat een deel van de slaven is gevlucht. En dan moet je goed luisteren. De Fima Pansung, want ik zeg geen Loweman Pansung, ik zeg Fima Pansung, de Marons, zoals ze genoemd worden. En ik vind de naam Marons niet passend, weggelopen vee, maar oké, het is ook de kleur bruin, Marons. De weggelopen slaven, de Fima Pansung, nog kan tak over Katibo. Wat ik hier zeg, is niet tegen een persoon, maar is de realiteit. Wanneer jij afstammeling bent van een weggevluchte slaaf, kan jij niet praten over Katibo. Laat die Akudo praten over Katibo. En dat verschil is duidelijk zo, omdat alles wat hier in Paramaribo en in de districten is opgebouwd, is gebouwd met slavernij. Overal waar er slavernij is geweest, zijn er wegen die daar naartoe gaan. Waarom? Omdat de producten die verbouwd werden op de plantages, die moesten vervoerd worden. Dus daarom was er altijd een infrastructuur die met slavenarbeid is neergezet. Alle kanalen die gegraven zijn, zijn met slavenarbeid en contractarbeid neergezet. Dus niet met arbeid van Fima Pansung. Dus dat is niet zo correct wat de VP gezegd heeft, omdat er is een verschil. Natuurlijk hebben zwarte mensen die in slavernij hebben geleefd. Is er goed? Zwarte mensen die in slavernij hebben geleefd. Die dat Sapsana Wipi, Katibo, Spas Boko. Die mensen hebben dat meegemaakt. En wanneer we herinneren dat we 10 oktober vieren als een dag waarop er vrede is gesloten met de weggevluchte slaven. Een deel van de weggevluchte slaven. Terwijl de andere slaven nog op de plantage in slavernij leefden. Dan is dat verschil sinds toen. En die weggevluchte slaven, wanneer ze terugkwamen om de plantage te beroven en te plunderen, werden de slaven op de plantage werkelijk gezet als schild. Dat is wel correct wat de VP heeft aangegeven. Maar
dat vergevingsstukje waarover hij het heeft, gaat meer komen wanneer dat besef komt dat de offers, het bloedoffer dat gebracht is door de slaaf, wie in slavernij is blijven leven, dat alles wat hier is opgebouwd aan zijn kinderen toe zou behoren. Maar zelfs dat heeft hij niet. Omdat die man die gevlucht is, komt terug en we weten allemaal wat voor probleem we hebben met occupatie. En wanneer dat gebeurt, dat te ablaka man sana bakap chinfu slavernij, sa aman gram mananga gram pananga brudu nanga shweti, tja a foto tot ontwikkeling, tja a district tot ontwikkeling, dat te wan trama ekonama, ik tek sa aman dat abi, dat ook moeilijk voor uw vrede komt minder makandra en voor uw begrijp makandra. Kijk, er is één gemeenschappelijke factor waar ik over praat. En dat is, wat is het economisch belang van de Afro-Surinamer? Ik vind het jammer. We hebben culturele organisaties, dansen, winti, sanide. Maar er is weinig begrip voor die economische koek. En daarom ondersteun ik mijn collega Ednel, wanneer ze praat over sterke gezinnen. Wanneer je in staat bent in de kleinste cirkel productief te zijn, take care of one another, toch? Dan kunnen we praten over gaan naar die grote cirkel. Maar wanneer wij geen economisch belang hebben, wanneer de districten waar zwarte mensen voornamelijk wonen, Koroni, Para, wanneer we in de afgelopen 10 jaar kijken, wat voor structurele initiatieven zijn er genomen om zelfredzaamheid in die districten op gang te brengen? We hadden gehad een cassavefabriek. Ja toch, mensen in Para zouden cassave gaan planten. Zwarte mensen van Para hadden een onmogelijkheid. Wat is er geworden van die cassavefabriek? Dus het beleid heeft eigenlijk niet ervoor gezorgd in de afgelopen 10 jaar dat de gebieden waar zwarte mensen wonen, dat er meer ontwikkeling is gekomen. Maar ontwikkeling krijg je wanneer de mensen in dat gebied zelf deel zijn van die ontwikkeling. Ook in corona heeft men zoveel ambitieuze projecten aangekondigd 10 jaren terug. Dat men zou beginnen met aloe vera, zou kokos aanplant komen. Er was zoveel dat eigenlijk de coroniaan deel zou moeten maken van het economisch leven. Is ook niet gebeurd. Integendeel, wat hebben we gezien? Mensen zijn na de verkiezing gemaakt tot ambtenaren en mensen hebben wegen gebarricadeerd om een salaris te krijgen. En vraag je af, hoe ga je je district ontwikkelen? Dus ik zeg de oproep van de president, de vicepresident, dat zwarten zich moeten bundelen. Is niet verkeerd, want als je in de natuur kijkt, zie je ook geen sabakus samenvliegen met een gadocho of een colibri. Dus het is normaal, toch, dat mensen die hetzelfde hebben zich aangetrokken voelen tot elkaar, want het is één groep. Maar als dat de garantie zou moeten zijn voor ontwikkeling, dat betwijfel ik. Omdat wanneer we samen bij elkaar komen en geen gemeenschappelijke economische belangen hebben, gaan wij niet vooruit gaan. Wanneer we kijken naar zaken als Black Lives Matter. Black Lives doesn't matter pas wanneer de politie een zwarte mens heeft doodgemaakt. Black Lives Matter vanaf de blakke man die blakke vrouw bere en blakke man gwiliba blakke vrouw nanga bere. Dat vanaf het moment dat Black Lives Matter. En daarom ondersteun ik mijn collega Patricia Ednel wanneer ze vaak praat over sterke gezinnen. En ik roep daarom de zwarte mannen op om hun verantwoordelijkheid in te nemen. Voet naplik blakke pa in blakke gezin. En no liep blakke vrouw nanga den blakke ptien. Want den Black Lives dat die matter toe. Maar dan zouden zulke uitspraken niet tot het verleden moeten gaan behoren. Vooral als we kijken dat er meerdere etnische groepen binnen de gemeenschap zijn. Het zou toch raar overkomen of vervelend overkomen als de heer Santokki zou zeggen alle Hindustani boondroekong op Hindustanse immigratie. Of de Chinezen op straks 20 oktober, als ik het goed heb, is het Chinese immigratie. Dat ze zouden zeggen alle Chinese boondroekong en zo. Waarvoor is revidentie dan? Zouden we dan niet daarop meer moeten focussen? Want als de boodschap op revidentie komt, is het een bundelingsboodschap terwijl we voorheen al zo etnisch met elkaar bezig zijn? Ja, kijk, ik zeg het weer. De VP heeft het ook uitgelegd. Hij zegt, hij bedoelde het in de sfeer van dat de zwarte mensen elkaar moeten vergeven wat er is gebeurd in het verleden. En ik wil het zo blijven bekijken. Maar het is natuurlijk, net zoals u aangeeft, is het niet bevorderlijk als elke groep dat straks gaat doen. Toch, als de Jawas zeggen, we moeten bij elkaar komen als Jawas, als hun standen dat zeggen, want dan blijven we onze kleine eilandjes vormen. Maar in Suriname is bewezen dat desondanks de kolonisator ons had geplaatst apart, dat we toch met elkaar leven. En ik zeg weer, een uitspraak van een politicus gaat dat niet teweeg kunnen brengen als wij als Surinamers dat niet
de gelegenheid bieden om ons negatief te beïnvloeden. Dus ik blijf anders kijken naar die uitspraak van de VP. Hij doet het misschien vanuit een punt van elkaar vergeven en tot elkaar komen. Maar ik zie het niet als een garantie dat als alle zwarte mensen bij elkaar komen, dat je dan ontwikkeling hebt. Want Afrika zit vol met zwarte mensen. Zijn alleen zwarte mensen, Hutis zijn zwarte mensen, Tutsis waren zwarte mensen. En kijk wat er is gebeurd. De SPB, de politiebond, heeft... een case voorgebracht bij de president en aangeven dat ze niet eens zijn met de benoeming tot commissaris van de heer Ramlal. En ze hebben daarbij, zeg maar, hun doel kunnen bereiken. Hoe kijkt u naar die case? De manier hoe alles is verlopen? Nou, ik weet niet. Als u zegt hun doel bereikt, wat was hun doel? Dus u zegt ze hebben hun doel bereikt. Ik weet niet als dat hun doel was. Maar laat me dit erover zeggen. Punt 1. Wanneer de politiebond meent op te moeten komen voor de belangen van de leden, dan gaan wij ervan uit dat het te maken heeft met zaken waaraan de leden een voordeel hebben. Of zaken die ervoor zullen zorgen dat het korps beter zal functioneren. Zaken die ervoor zullen zorgen dat de integriteit van het korps beter is. En dat soort zaken verwacht je dat de politiebond dan voorop zal komen. Als er bij de benoeming, en het benoemingenbeleid, dat is het prerogatief van de beleidsmakers. En natuurlijk zijn er voorgeschreven regels hoe dat dient te geschieden. Maar het is heel interessant geweest in deze case, omdat we hebben kunnen ervaren wat de bedoeling is geweest van de wetgever. Kijk, wanneer er randvoorwaarden worden gecreëerd om een benoeming of functie in te vullen, dan is er altijd een eindpersoon die beslist. Omdat er zijn verschillende instanties. Je hebt een board die moet komen, net zoals de bond heeft aangegeven. Maar stel je voor dat de kandidaat van de president en de kandidaat van de bond niet dezelfde persoon zijn. Wie bepaalt dan als einde? Toch, want dat is het. Op den duur moet iemand de knoop doorhakken. En de argumenten die zijn aangedragen, die hebben ervoor gezorgd dat de president en de regering hebben gezegd, oké, we gaan wederom naar kijken. Er is een middenweg gekozen. En kijk, op zich vind ik dat goed. Omdat er is getoond dat er conclave is geweest. Toen man bereikte, toen organisaties verstanden. Eén punt is dat de benoeming van Ramlal overeen staat. Hij is commissaris voor zolang hij in die functie fungeert. Dus ik weet niet als dat doel bereikt is. Maar het zou goed zijn als de politiemond ook diezelfde voortvarendheid had, had ingezet. Waarbij er, wanneer er zaken gebeuren die het imago van het korps schaden. Kijk, er was een ultimatum gesteld voor het terugdraaien van de benoeming van Ramlal. Die benoeming is niet teruggedraaid. Hij is titulair benoemd in die functie. Hij is niet teruggedraaid. Dus je vraagt je af, wat wilde de politiebond hiermee bereiken? Wanneer er zulke verregaande maatregelen getroffen zijn, als in beraad gaan, omdat men van mening is dat die benoeming zou moeten worden teruggedraaid, ik vind dat een onverantwoordelijke handeling. Omdat we hebben gezien wat er is gebeurd op Wakapasi. Op diezelfde dag waarop de politie in beraad was. De politie was daar onderbemand. Wat herrieschoppers als jongeren waren daar. En de veiligheid van de burgerij was op dat moment niet gegarandeerd. Omdat er zelfs was bekendgemaakt dat de politie niet uit zou rijden voor een kleine beroeping. Weet u wat we zeggen, meneer? Dus ik sta hier met u. En u wordt overvallen en u moet aan die roover vragen. Meneer, bent u een kleine of een grote roover? Bent u ernstig of serieus? Dus ik denk dat de gemeenschap gediend is met dat soort grappenmakerij. Als de politiebond in actie gaat omdat de politie geen middelen heeft om hun werk te doen, dan zou ik dat begrijpen. Als de politie geen benzine heeft om zijn werk te doen en de politiebond daarom in beraad zou gaan, zou ik het begrijpen. Maar wanneer er om een benoeming het veiligheidsgevoel bij de burgerij in het geding kan komen, dan vind ik dat de politiebond zich eerder moet kwijten van haar verantwoordelijkheden en taken. Om ervoor te zorgen dat ze op een heel diplomatieke manier zaken anders oplossen. In plaats van steeds te grijpen naar het uiterste middel. Omdat de veiligheid van de gemeenschap is geen grap. Toch, we kunnen niet een knop aan en uit doen wanneer wij dat willen. Dus ik hoop dat in het vervolg, als men andere zaken heeft die misschien een andere agenda hebben die men wil uitvoeren of die men wil doordrukken, dat men niet het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap gebruikt als een speelbal. Omdat het is geen goed signaal wanneer een crimineel hoort de politie is in beraad. Want wie moet dan de burgerij beschermen? We hebben ook gezien dat niet zo lang terug een oud-commissaris van politie en ook een beveiliger van de VP zijn opgepakt vanwege een drugsvangst van 400 kilo.
hoe is het dat iemand, dat zulke mensen zo dicht bij de VIP kunnen komen onder andere? Is dat geen gevaar? Zou wij niet iets binnen het korps gedaan moeten worden? Nou, ik kijk niet alleen naar mensen dicht bij de VIP. Ik breng in herinnering dat er verschillende zaken gelopen, liepen in de afgelopen jaren, waarbij meerdere politiefunctionarissen tegen de lamp zijn gelopen. Ik kan me nog herinneren dat de ex-PG aangaf dat er veel haperde aan het wervingsbeleid van de politie, waardoor je bijna justitiële criminelen in dienst kreeg. Bij de laatste lichting is het ook zo'n heisa geweest over moeten we de mensen die, ja, anderen hebben een strafblad, anderen voldoen niet aan al de eisen, maar de president had zelfs gesteld dat 70% van die lichting eigenlijk eruit moest. We hebben allemaal gezien wat ook de houding is geweest van organisaties die eigenlijk in principe hadden moeten opkomen voor de integriteit van dit korps. Hoor. Dit korps hadden moeten beschermen om te zeggen van kijk, laten we bij de instap ervoor zorgen dat we goed beginnen. Omdat de PG, de gewezen PG, al had aangegeven dat er heel veel politieagenten tegen de lamp lopen en dat er misschien iets schort aan de werving. Wat mij ook heeft verbaasd is dat in tegendeel men niet heeft gestreefd ernaar om toen die integriteit bij het korps eigenlijk hoger te brengen. Door ervoor te zorgen dat die screening beter werd gedaan. Men heeft zich toen beroepen op een fout die gemaakt zou zijn door de mensen tijdens de werving. Dat de mensen al waren geballotteerd, al een training hadden gevolgd en dat je ze zou moeten beëdigen. Van die laatste lichting weten we ook dat zeker 2, 3, kan zijn meer, agenten nu al in de bak zitten. Anderen voor ernstige vergrijpen, anderen voor mensenhandel, kindermisbruik. Maar het gaat om de laatste lichting. Dus ik kijk niet alleen naar de mensen rond de VP. Ik kijk naar het heel korps. Wat doen wij om dit heel korps te beschermen tegen zichzelf? Omdat het moment dat de burgerij het gevoel kreeg, als wat Papa Touchy zong, dat na abchimoni die men hossel is zorgo komananga en vrouw, dan kijkt men anders naar de enige instantie die opsporingsbevoegdheid heeft en de uitvoerende arm is van de rechterlijke macht. En dat moeten we niet hebben in dit land. Dus ik kijk niet alleen naar de mensen rond de president. Ik kijk naar wat de gewezen PG aangegeven had om structureel dit probleem aan te pakken. Want kijk, we praten nu, of u stelt nu een vraag over de veiligheidsman van de, PG, van de VP en andere hooggeplaatste politiecommissaris. Maar ik kijk niet naar incidenten. Ik kijk naar het geheel. En het geheel kan je aanpakken wanneer het wervingsbeleid en af en toe ook meer check-ups gaat doen naar hoe komen de politiemannen aan hun geld. Want wanneer er een gevoel ontstaat bij de gemeenschap dat de politiemannen of enkele politiemannen een gangsterleven leiden en misschien geassocieerd worden met onderwereldfiguren, dan ontstaat ook een gevoel bij de gemeenschap dat zij niet een eerlijk korps hebben dat oprecht het werk kan doen. En natuurlijk kan je niet het heel korps over een gaan bagatelliseren of gaan verkeerd gaan zien om enkele. Eigenlijk moeten niet een paar vissen die hele maand bederven. Dus net als wat de gewezen PG had aangeven, er schort veel aan het wervingsbeleid en daar had men aan moeten werken. Ik had eerder verwacht dat de politieorganisatie, de Zwitserse Politiebond, hierover een ander standpunt zou innemen en zou streven naar meer integriteit. Er zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat men had gevraagd van een ultimatum voor het terugbrengen van het geld dat verdwenen is op een politiebureau. Hoeveel money is dat op een politiebureau? En niemand die organisatie vertegenwoordigt trekt er zich iets van aan. Alsof, ja, money las je dat zang. Nee, het is de integriteit van het korps. Men kijkt anders naar het politieapparaat. En ik had echt gehoopt dat die organisatie daarvoor zou zijn opgekomen. Er gebeurt wel heel veel rondom de SPB. We hebben de SPB-voorzitter ook geld zien uitdelen op zijn bezoek aan de Nederlandse Politiebond. Integriteit, zoals u het over heeft, er moet daaraan veel gedaan worden. Maar de politiebond weet zich heel goed te verzetten tegen elke, heel goed te verzetten tegen elke greep die de regering, zeg maar, de minister misschien wil ondernemen binnen het korps. Nou, ik weet niet. Als wat u stelt, dat de politiebond zich weet te verzetten. Omdat, kijk, op den duur moeten we eens goed gaan begrijpen, hoe werkt dat land? Kijk, het is niet zo dat een bond bepaalt het beleid. Dat is niet zo. Toch? Een bond is een ontwikkelingspartner voor de regering. Maar het is niet zo dat een bond doordrukt en zijn wil bepaalt. Toch? Dat is niet de bedoeling. Want kijk, die politiebond is vertegenwoordiging van 2000, 3000 politieambtenaren die gestemd hebben voor een bond. Toch? Voor een bestuur van een bond.
Net zo hebben we een bestuur van dit land. En daar hebben niet 2000 mensen voor gestemd. Alleen de partij van de president heeft al meer dan 110.000 stemmen. Als we tellen de ABOP 10.000, 11.000 stemmen, de NPS 30.000 stemmen. Dus de stemmen die een mandaat hebben gegeven aan de regering, die kunnen niet het onderspit delven tegenover de stemmen die mandaat hebben gegeven aan een politiebond. Dus ik denk dat we niet kunnen zeggen, of zoals u het heeft aangegeven, maar wat is dan het doel van de politiebond? Ga je je verzetten tegen autoriteit? Ga je zelfs eigenlijk anarchie stimuleren? Nee, het gaat niet om de politiebond klein krijgen. Het gaat om wat verwachten we van het korps. En laat me dit ervan zeggen, wanneer een politiebondvoorzitter geld wil uitdelen, wil verdelen in zijn privé sfeer, dan is dat zijn goed recht. Maar wat voor signaal stuur je daarmee? Daar gaat het om. Het gaat van, wat zeg je daarmee? Hoe kijkt men aan tegen jou wanneer je zelf hebt voorgedaan als iemand die anderen kwalijk nam omdat ze hun schooltas niet mee hebben genomen? Maar wanneer je jouw educatie hebt gehad, een bepaalde vorming hebt gehad, want wanneer je naar school gaat, leer je denken. Zoals de bestuurskundige August Baldwin het vaak zegt, je leert denken. Je krijgt een opleiding om te leren denken. Als ik dit doe, hoe gaat de gemeenschap tegen me aankijken? En van iemand die zich zo beroepen heeft op zijn schooltas, vind ik het erg dat hij eigenlijk zijn schooltas in Suriname heeft gelaten toen hij naar Nederland is geweest. Omdat het is wat je neerzet. En dan mag je natuurlijk met een heleboel voorbeelden komen. 50 Cent doet het ook. Maar 50 Cent is niet de voorzitter van de New York Police Department. Bond. Hij is dat niet. Hij is een artiest. Hij is een heel andere persoon. Dus ik vind dat soort laag bijgrondse vergelijkingen, dat geeft eigenlijk gewoon aan het niveau, het denkniveau van de mensen. Maar ik denk niet dat het de bedoeling van de regering is om geen enkele bond claim te krijgen. Omdat een bond is een ontwikkelingspartner. Het is wel jammer dat wanneer functionarissen, die ook eigenlijk een ordehandhavende functie hebben, zo vaak eigenlijk aanzetten tegen eigenlijk autoritair gezag. Dat je vaak ageert daartegen. Omdat per slot van rekening moet jij die orde handhaven. En dan mag je mag kritisch zijn. Je mag jou op je strepen gaan staan. Maar zorg ervoor dat je geen verkeerd voorbeeld geeft aan de gemeenschap. Waar jij ook deel van bent om die orde te handhaven. We hebben ook gehad dat journalisten zich ook hebben geuit over de gang van de persconferenties. En dat ze ontevreden zijn met de manier waarop zaken worden beantwoord bij persconferenties. Er is een vergelijking gemaakt met de periode van Boutersen en zo. Hoe staat u daar tegenover? Nou kijk, punt 1, ik maak geen vergelijking tussen periodes. Wat de pers toen niet durfde bij Boutersen, dat hebben ze de vrijheid nu. Daar ben ik blij. En ik ga niet zeggen van ja, waarom hebben ze het 10 jaar terug niet gedaan. Het volk ziet het, weet het, maar ik ga ervan uit dat media is oor en oog van de gemeenschap. De regering, elke regering, moet gedegen zijn beleid kunnen verantwoorden aan het volk. En dat doe je via de media. Niet iedereen kan de president ontmoeten om een vraag te stellen. Dus wanneer de mediahuizen, de journalisten, de verslaggevers vragen stellen, moeten die de gelegenheid krijgen. Dat is zo, dat staat buiten kijf. Toch dat er een ruimte is gekomen voor conclave, dat vind ik goed. Omdat je kan alleen door te praten zaken oplossen. Wat wel belangrijk is, dat de DNA-voorzitter Marinus B. wel duidelijk heeft aangegeven, waar staat Suriname internationaal op de lijst van press freedom. Hoe tolerant is Suriname naar verslaggevers en journalisten toe? En ik denk op basis daarvan dat er wel een ander beeld is. Dat het niet structureel is dat je in Suriname die vrijheid niet hebt. Integendeel, in de afgelopen jaren, heb ik wel gemerkt dat de journalisten nu wel door mogen dramen met vragen waar ze vroeger horen. Tralalala en het is klaar. En ze toen door meneer Limburg werden gekort, je mocht geen vragen meer stellen. Ook Roberto een keertje met een man van ABC. Die had het ook aan de stok met elkaar. Maar ik kijk niet naar waarom nu. Ik kijk naar een oproep die gedaan is om te voorkomen dat het erger wordt. En dat die twee partijen, de regering en de verslaggever, de journalisten, aan tafel zijn gaan zitten en zijn gekomen tot, dit is die route die we gaan volgen, is heel goed. Want dan kan de gemeenschap die informatie krijgen van de journalisten die de kritische vragen stellen en die regering die eigenlijk antwoord moet geven.
Modo yana gimme, modo ifutu gimme, modo lafu, modo dashi, modo ibaka gimme. Wodo na biki, bata ike tigili, shimi ifutu boli wata, awe shigili. Dawe modo, dawe modo, dawe modo, dawe modo. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari teana, wogoluku na kulturu teife. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Yeah. Hey for it new. Go look up to new culture on Yunsu. Paste fastratis refbuntu. Unde baniu. Sadef arkina new culture on Yunsu. Paste fastratis refbuntu. Suriname so an hela clan. Mago depti hela kwan. Weshi alas my sari. Alas my body, my efu bondru guawang. Tak wesre kama masranang. Beno wansoma, no abif kwari. No abif sari, yeah. Baya kriyoul, ya fans of shini. Esha idoule in distance of enemies. Dambo taki, on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo de gro. Manen sa bigi bigi, no. We go axa for luck if the low babo late. We go arka problema food de sma in the wake. And we libi shwiti. So long house a pay you de we swing committee. Yeah. Druk tapaleng make us telling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunna gemeenschap. We doa wroko, maar de na a gereedschap. And we the almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleesgat. Statistieke schrijfie overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gat. Biet qua door om iets gat, want je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te waklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape in ei parki. We de tapastrati, ika kwa ngai kragi. U de borei dwen, ak
Aksa volk fai gwanga destai genge fu vergelijking. Uwa babo wijs dweng da uka verwijs ding. Bona beleis ding. A probleem fa volk na destai geng. Dat bek weta mita volk fu de ta eis ding. Wat upo weri koma fu de kotis geng ding. E ugun ap de feng. Date for iets nieuws. Sto look up je nieuws. Culturo nyunsu, paste fastratis respuntu, ude baniu, sadef arkina niu. Culturo nyunsu, paste fastratis respuntu.